Beste luisteraars, daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van de Vrienden Podcast. En vandaag mag ik dokter Thijs van Loon begroeten. Voor velen van jullie al bekend als de uitvinder, bedenker van Epwa, onze equine, pijn en welzijns app. Nou, Thijs, van harte welkom bij de Vrienden Podcast. Ja, dag Inga, goedemorgen. Dankjewel voor deze uitnodiging. Ik vind het echt heel leuk om mee te doen ook aan de podcast. Dus ik, ik ben benieuwd wat we gaan bespreken. Nou, Thijs, natuurlijk eerst even een heel klein beetje over jezelf. Je bent uh, uiteraard dierenarts natuurlijk, uh, Europees specialist in en nu komt die veterinaire anesthesie. Oh, phew, goed, goed gezegd. En uh, pijnbestrijding. Dus dat betekent eigenlijk dat je bij ons op de Universiteitskliniek voor Paarden werkzaam bent, inderdaad op gebied van de anesthesie. En echt expert op gebied van pijnbestrijding. Dat betekent ook altijd pijnerkenning. En allemaal in combinatie met onderzoek, onderwijs en natuurlijk patiëntenzorg. Maar als ik dat zo zeg, dan is dat één ding. Maar kun jij dat misschien nog iets meer toelichten? Ja, zeker. Ik, ik werk zo'n nou, ruim 16 jaar nu in Utrecht aan de universiteitskliniek. En ik heb eigenlijk vanaf bijna helemaal in het begin af aan... had ik fascinatie voor de anesthesie, voor het anestheseren van patiënten, het begeleiden daarbij... Nou, daar heb ik me ook eigenlijk vanaf het begin af aan heel, heel erg op toegelegd. En met name het paard, omdat ik ook nou, met paarden en polies ben opgegroeid... en omdat dat echt in mijn DNA zit, was dat eigenlijk wat ik altijd heel graag wilde, wilde worden. En ik ben ook geworden wat ik eigenlijk wilde, dus dat is eigenlijk heel mooi. En waar ik in de loop der jaren eigenlijk achter ben gekomen... is dat mensen hebben een beeld van een, een anesthesioloog die houdt de patiënten in slaap. Soms denken mensen wel eens van, oh, dat is een beetje een saai beroep misschien... want je bent alleen maar naar slapende paarden aan het kijken... En wat eigenlijk belangrijk is, is dat, dat het anesteseren van patiënten veel meer is dan ze stabiel in slaap houden. Bij paarden speelt daarbij natuurlijk dat het, het, het risico op complicaties vanwege de grootte van het dier uh, hè, en het temperament soms ook uh, natuurlijk een grote rol speelt. Maar naast dat stabiel slapen, dat rustig in slaap gaan en dat ook weer heel zo rustig mogelijk wakker worden, speelt pijnbestrijding in de anesthesie natuurlijk ook een hele grote rol. Omdat wij anestheseren eigenlijk bijna al onze patiënten, omdat ze natuurlijk geopereerd moeten worden, omdat ze trauma hebben of omdat ze een operatie moeten ondergaan, waar dan ook. En eigenlijk al die patiënten die worden dus wakker uh, met een wond, met een operatiegebied. En het pijnvrij wakker worden is eigenlijk heel erg belangrijk voor het welzijn van het dier. Uh, maar natuurlijk ook voor de veiligheid van het dier en het rustig wakker worden ook weer. En die, die pijnbestrijding, dat is een, een fascinerend onderwerp vind ik, wat eigenlijk de laatste jaren in de anesthesie, in de diergeneeskunde en ook in de maatschappij steeds, meer, steeds belangrijker wordt. En om, die, om pijnbestrijding goed voor elkaar te hebben bij dieren... moeten wij natuurlijk ook die pijn goed kunnen herkennen. En dat is eigenlijk de volgende fascinatie, want dat... Dat meetbaar maken, dat objectief meten van pijn uh, bij paarden, dat is, uh, wat mijn, nou, dat is een van mijn grootste hobby's. En daar, uh, ja, daar werken we heel hard aan, inderdaad. Ja, want uh, daar zijn we eigenlijk meteen al op het punt beland. waar, nou ja, nogmaals, heel veel luisteraars. je misschien al van uh, kennen. En dat is onze, onze pijn-app. En ik zei onze app, omdat uh, dit natuurlijk een initiatief is. waar vrienden diergeneeskunde zoveel mogelijk heeft geprobeerd. om jou daarin te ondersteunen. om deze app. Echt werkelijkheid te laten worden. En dat is ons uh, gelukt. En volgens mij zijn we daar met z'n allen best trots op. Onze pijn- en welzijns-app, dus voor die luisteraars die, uh, die deze app nog niet kennen, het is een, inderdaad een, een pijnerkennings-app waarmee je pijn bij je paard kunt herkennen. Dat zal Thijs straks nog wat verder uitleggen. En waar je ook uh, het welzijn van je paard kunt bijhouden in het dagboek. De app is gratis beschikbaar voor Android en voor de iPhones. In de App Store en in de Google Play Store. Dus mocht je hem nog niet op je telefoon hebben, ga hem meteen downloaden. Zowel voor paarden als voor ezels. Daarnaast zijn we ook bezig, en dat gaat straks Thijs ook nog het een en ander vertellen. met ook een trainingsplatform om pijn beter te herkennen. Maar we gaan even bij het begin beginnen. Thijs, vertel eens over hoe kwam je eigenlijk op het idee. om een app te maken waarmee je pijn kunt herkennen. Ja, dat idee dat, dat is eigenlijk ontstaan toen de term app nog niet, echt ont, nog niet eens bestond, volgens mij. Wij waren druk bezig tijdens mijn promotieonderzoek met inderdaad objectieve signalen te zoeken, waarmee we paarden kunnen monitoren en waarmee we pijn objectief en, en herhaalbaar meetbaar kunnen maken. En gedurende dat proces, waarbij we dus allerlei indicatoren hebben. Nou ja, onderzocht, getest en op die manier ook hebben kunnen vaststellen dat die wel of niet betrouwbaar zouden kunnen zijn zagen we eigenlijk natuurlijk in de hele digitale opkomst... dat er mogelijk kansen zouden zijn om dit soort wetenschap... die eigenlijk heel erg bedoeld is om, om het welzijn van dieren te verbeteren... om mensen te, te helpen eigenlijk signalen te herkennen... dat we die eigenlijk veel breder zouden willen trekken... Dan, die, dan dat wetenschappelijke gebied eigenlijk zelf. En met de opkomst van de smartphones en van het ontwikkelen van apps... en mensen dus de kans geven om dingen dus op hun telefoon zelf ook te laten doen... was eigenlijk het idee inderdaad... Om dus de, de pijnschalen die wij ontwikkeld hebben, om die dus op een hele uh, logische en bruikbare manier ook uh, door mensen te laten gebruiken zelf. En, en niet alleen maar wetenschappers, maar juist ook mensen die zelf een paard hebben, die met paarden omgaan en hè, die daar op wat voor manier dan ook uh, uh, bij betrokken zijn. En om het dus ook echt naar de maatschappij zelf te brengen. Ik kan me nog goed herinneren, want uh, ik was uh, net een paar maanden in dienst voor Vrienden Diergeneeskunde. Ik heb natuurlijk zelf een, een paardenachtergrond. En uh, jij vertelde mij dit. En uh, toen waren we eigenlijk meteen allebei enthousiast. Nou, dit soort projecten. Normaliter, als bij de faculteit diergeneeskunde wij dit soort projecten willen realiseren, moet er een subsidieaanvraag geschreven worden. Want natuurlijk stelt de overheid ook potjes beschikbaar voor dit soort projecten. Het enige is uh, hoe belangrijk dit ook is: het valt in principe onder de life sciences. Dus je concurreert met allerlei andere onderwerpen om hiervoor geld te krijgen. En daar moet, als je moet concurreren met bijvoorbeeld andere apps die voor het welzijn van mensen uh, iets doen, nou ja, dan, dan lukt dat vaak niet. Dus komen dit soort projecten vaak niet een aanmerking voor financiering. Daarom zijn we samen met Stichting De Paardenkamp een crowdfundingsactie gestart. We hebben gezegd: we willen deze app samen op de markt brengen, omdat natuurlijk ook pijnerkenning bij oudere paarden heel belangrijk is. En dankzij, en ik ben nu al een glimlach, omdat ik me herinner uh, van hoe, hoe leuk dat was en hoe ja, hoe fantastisch het eigenlijk liep. Al die mensen die gewoon zelf allemaal een steentje gingen bijdragen aan het financieren van die app. Want dankzij al die mensen die hebben bijgedragen, konden we dus de eerste versie ontwikkelen. Hadden we ook een, een grote testavond met, met allerlei mensen die hadden bijgedragen. Nou, luisteraars, jullie kunnen dat niet zien, maar ik zie Thijs online nu voor me. Maar hij is ook heel hard aan het glimmen omdat wij op de paardenkant destijds avond hadden georganiseerd waar toch een stuk of 70 mensen kwamen die allemaal dan de eerste versie van de app gingen testen. Hartstikke spannend toch Het Was best spannend hoor of het ging werken. Het was heel spannend uh, ja. Uh, ja. En natuurlijk zaten er nog allerlei bugs in die app. Maar goed. Uiteindelijk is het wel gelukt om de app op de markt te brengen maar, en nou ja, kunnen mensen nu de app al, nou ja, meer dan een jaar de app al gebruiken En wordt ook best veel gebruikt al. Thijs, kun jij nog een beetje vertellen hoe de app nou echt in zijn werk gaat? Ja, zeker. Er zijn eigenlijk twee, twee belangrijke onderdelen in de app. Hè? En je vertelde al over de samenwerking met de paardenkamp. En het gaat eigenlijk in de app enerzijds over, over pijnherkenning. En hè, de meetinstrumenten waar ik over vertelde. Waarmee we dus paarden monitoren. En waarmee je dus signalen die zouden kunnen duiden op pijn. Dat je die kunt, uh, kunt vastleggen. En om dat, dat vastleggen, om dat zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen, hebben we in de app ook een dagboekfunctie gecreëerd. En dat betekent ook dat je dus de bevindingen die je met de pijnmetingen doet aan je eigen paard, of aan het paard van iemand anders, of aan de ezel. Van jou of van, jou, van iemand anders, dat je die, die gevonden scores, dat je die kan vastleggen. Dat je die dus bewaart in je dagboek. En dat je dus ook kunt terugkijken van hoe, hè, hoe ging het nou eigenlijk de afgelopen tijd? En zie ik veranderingen? En hè, is het stabiel? Of, of, of is er een bepaalde trend te zien in wat ik nou eigenlijk gezien heb? Want we weten ook dat het geheugen van mensen soms toch dingen in een ander perspectief kan plaatsen naarmate de tijd verloopt. Hè? Zo van wanneer. Was dat nou eigenlijk voor het eerst dat ik zag dat hij na die training bijvoorbeeld eigenlijk helemaal niet zo heel erg lekker liep de volgende dag? Of er helemaal niet zo, zo fris en, en vrolijk bij stond? En nou, daar kan een dagboek zeker bij helpen. En omdat er natuurlijk met zo'n dier ook heel veel gebeurt. wat van invloed kan zijn op het wel of niet goed gaan van het, van het dier. kunnen we in dat dagboek niet alleen maar die pijnmetingen opslaan en vastleggen. maar kunnen we ook veel meer dingen bijhouden. zoals wat hebben we met het paard gedaan? Is die buiten geweest? Hoe lang is dat dan geweest? Zijn er voerveranderingen geweest misschien? Is de dierenarts geweest? Is de hoefsmid geweest? Dus allerlei informatie die sowieso handig is om bij te houden. Kan allemaal in dat dagboek terechtkomen. En uh, het biedt ook de mogelijkheid om, als we in dat dagboek gaan terugkijken, kunnen we misschien ook zien dat er bepaalde veranderingen zijn geweest die juist invloed hebben gehad hè, op het wel of niet. Bijvoorbeeld zien van, van, van hele lichte coliekverschijnselen of van toch tekenen dat de training te zwaar was. Dus dat is een beetje het idee achter, uh, achter de app. Dat dus die twee verschillende componenten eigenlijk heel mooi samenkomen bij elkaar. Ja, en ik, ik weet nog dat. Toen wij hiermee bezig zijn gegaan, jij en ik. En wij gingen erover praten. En alleen maar, en toen bestond de app nog niet eens. En alleen maar dat erover dat praten, over de verschillende signalen en en wat je kunt bijhouden, werd er bij mij al heel veel meer bewustzijn. En dat is eigenlijk bijna gek gezien, hè? dat je denkt van ja, ik heb eigenlijk heel veel ervaring met paarden, maar alsnog die gesprekken met jou en dat je zei van nou ja, hè? en dan kijken we natuurlijk naar de neusgaten, uh, naar de ogen, naar de oren, um, maar ook naar, uh, naar de hele lichaamshouding. En ik had destijds nogal wat probleempjes uh, met mijn eigen paard, die een paar maanden van tevoren uh, gevallen was, maar uh, uiteraard ook waar wij ervan uit gingen dat, dat zij toch wel hersteld was. Maar gedurende de gesprekken met jou, werd ik me steeds meer bewust van, hé, hey, er is iets aan de hand. En dat was heel subtiel eigenlijk, maar allemaal bij elkaar opgeteld. En dat is volgens mij ook hetgeen wat jij zegt. Het gaat niet alleen maar om een keer oortjes terug, maar het gaat om de combinatie van de verschillende signalen, die op een gegeven moment veel duidelijker aangeven of een paard zich wel of niet lekker voelt. En toen bleek ook inderdaad, dat Hera helemaal niet zo lekker in haar vel zat. En hebben we haar kunnen behandelen. En uh, krijg ik inderdaad echt een, een heel ander paard terug. Dus, dus het stukje, ook de combinatie daarvan, toch? Van de verschillende symptomen, hoe vaak ze optreden. Dus niet alleen maar één keer, paardje doet oor, oren terug. Dus paard is in, is in pijn. En, en nogmaals, de, de luisteraars kunnen het niet zien. Maar, maar Thijs die, die schudt nu heel heftig zijn hoofd. Dus, uh, dus vertel Thijs, uh, de combinatie van ja. die doet het hè? Ja, dat klopt. En het is veel complexer dan dat één signaal eh, direct iets zou betekenen. En dat je een heel snel oordeel moet hebben. Het is denk ik juist heel belangrijk om te kijken hoe dingen veranderen. En dat kan zelfs in de loop van de dag zijn. Hè, want er zijn bepaalde. Paarden hebben natuurlijk ook hele duidelijke vaste routines gedurende de dag. En het is ook belangrijk om, om daar ook rekening mee te houden en om te kijken hoe dat bepaalde signalen misschien gedurende de dag veranderen, maar zeker ook gedurende de tijd. En vandaar dat het eigenlijk heel erg handig is en goed is om dus dieren te vervolgen en om ook te kijken van hoe veranderen nou dit soort signalen hè, gedurende een bepaalde periode. En dat kan heel erg helpen om. De vinger op de zere plek te leggen, figuurlijk dan, om in ieder geval toch te denken: van ja, er zou best wel eens iets wat meer aan de hand kunnen zijn. Wat ik zelf heel erg interessant vind, Inga, is eigenlijk dat de, de pijnschalen die wij ontwikkeld hebben, die zijn, die zijn ontwikkeld aan de hand van patiënten, vooral heel veel patiënten die wij natuurlijk in alle klinische onderzoeken gezien hebben en waarbij we observaties hebben gedaan. Er hebben heel veel studenten aan meegewerkt in al die jaren. We hebben andere onderzoekers hebben daaraan meegewerkt en we hebben in eerste instantie heel veel ervaring met acute pijn opgedaan. En daar hebben we gekeken naar verschillende soorten acute pijn, hè, want we hebben natuurlijk acute pijn bij paarden die nou kreupel zijn, dat is natuurlijk een, een veel voorkomend probleem bij paarden, kreupelheden. Maar dat zijn vormen van pijn die zich heel anders kunnen uiten dan bijvoorbeeld paarden met acute koliekpijn bijvoorbeeld. We hebben zo in de loop der jaren allerlei soorten en typen pijn hebben wij onderzocht, hebben wij bekeken, daar hebben we artikelen over geschreven. En daar die pijnschalen die eigenlijk voort zijn gekomen uit al die studies, die zijn nu verwerkt in de app. Wat we gemerkt hebben is dat Ondanks het feit dat, dat die schalen, dus voor acute pijn, eigenlijk gevalideerd zijn, zoals we dat noemen, hè, dus daar zijn ze betrouwbaar voor te gebruiken, is dat bij allerlei subtielere kwaaltjes en klachten en, hè, en problemen die paarden kunnen hebben, dit soort manieren van kijken naar het paard of de ezel ook heel veel kunnen vertellen over andere soorten pijn. Want we weten natuurlijk ook dat chronische pijn natuurlijk ook. Een belangrijk probleem kan zijn en voorkomt. En we hebben in het onderzoek ook de aandacht. Ook zeker naar chronische vormen van pijn ook verlegd. Daar zijn we nog volop mee bezig. En we willen ook heel graag in de app. daar ook natuurlijk ook verder naartoe. Dus we blijven vooruitdenken. We blijven bouwen aan, aan nieuwe instrumenten. En dat is eigenlijk ook juist het, het, het mooie hiervan. dat het eigenlijk nooit af is, zou je kunnen zeggen. Ja, precies. En dat is, dat is ook wel weer leuk om te horen. Hè? Dat jij nu ook al schetst waar wij op de achtergrond al mee bezig zijn. Maar een van de dingen wat jij net even vertelde, kwam in mij toch wel nog even een vraag op. En voor het geval dat die dus ook in de luisteraars opkomt, stel ik hem even. Je schetste over al die jaren heen. Hebben jullie ook naar verschillende soorten pijn gekeken? En je zei net ook al dat hè, een paard dat kreupel is, heeft misschien een ander soort pijn dan een paard wat een coliek heeft. Maar alsnog zijn de signalen die je ziet aan het paard die komen wel overeen toch? Want we hebben gewoon één pijnschaal voor alle soort type pijn, toch? Ja. Nou, het interessante is dat we hebben natuurlijk in de jaren hebben we naar allerlei verschillende dingen gekeken en wij kijken vaak naar lichaams Uitdrukkingen. En we kijken naar het hele dier, naar gedragingen die paarden kunnen laten zien als ze pijn hebben. En heel klassiek is natuurlijk het paard met koliek, wat staat te krabben en staat te zweten en gaat rollen en op de rug gaat liggen in heftige gevallen. Dat is een manier waarop paarden met koliek kunnen laten zien wat er speelt. Er zijn natuurlijk ook dieren die bij acute koliek veel meer in zichzelf uh, gekeerd zijn. En eigenlijk helemaal niet zo heel veel van dit soort extremere gedragingen laten zien. Wat wij uh, daarom eigenlijk ook hebben gedaan is dat we zijn gaan kijken naar gezichtsuitdrukkingen en die gezichtsuitdrukkingen die zien wij veel universeler eigenlijk bij verschillende soorten pijn, He, dus of een paard nou Pijn heeft of of kreupelheden, eh, trauma of zelfs problemen aan het hoofd zelf. Dus denk aan eh, oogpatiënten of gebitspatiënten. Bij al die, die verschillende soorten acute pijn zien wij eigenlijk hele vergelijkbare gezichtsuitdrukkingen die inderdaad een indicatie geven van dat deze dieren dus pijn hebben. En dieren laten dus in hun gezichtsuitdrukkingen eigenlijk inderdaad. Hele overeenkomstige veranderingen zien op het moment dat ze acute pijn hebben. Dus het kijken naar die gezichtsuitdrukkingen is een van de belangrijke onderdelen. Niet alleen maar in het wetenschappelijk onderzoek wereldwijd, maar ook in onze app inderdaad. En met het gebruik van zo'n pijnschaal die daarop gebaseerd is, kan je dus ook inderdaad naar verschillende soorten pijn kijken. Kun je daar nog iets meer over vertellen? Want ik kan me voorstellen dat hier nu heel veel interesse is van. Nou ja, de meeste van ons weten het een beetje naar je oren terug. En, uh, hè? Maar kun je nog iets meer uitleggen van waar je dan eigenlijk naar zou moeten kijken als padeneigenaar? Ja, ja, zeker. Uh, het zijn zeker niet alleen maar de oren die iets vertellen over hoe het met een paard gaat. Hè? Een paard wat attent is en wat fris is en wat zich goed voelt, heeft natuurlijk continu orenspel. Die houdt alles in de gaten. Die is constant aan het scannen. De paard is een vluchttier, dus die houdt constant in de gaten wat er om, om zich heen gebeurt. En dat geeft tevens ook al aan dat het alleen maar kijken naar momentopnames, bijvoorbeeld aan de hand van. Van foto's je ook heel erg uh, in de war kan brengen. Want een paard wat om zich heen he, de, de situatie in de gaten houdt en de oren naar achteren heeft omdat hij iets hoort en er wordt op dat moment een foto gemaakt, dat is niet een paard wat uh, boos is of pijn heeft of he, daar is misschien iets anders aan de hand. Maar die oren zijn wel heel belangrijk voor ons. Want een paard met pijn gaat wel heel vaak met de oren naar achteren wat meer in zichzelf gekeerd. Staan kijken. Wat je ziet is dat de paarden de omgeving minder in de gaten kunnen houden. Wat heel opvallend is, is dat paarden met acute pijn eigenlijk bijvoorbeeld het bovenooglid kunnen optrekken. Je zou dat een frons kunnen noemen, maar dat ze dus echt een opgetrokken bovenooglid hebben. Of dat ze juist de ogen heel erg knijpen, omdat ze dus he, ook een manier om eigenlijk met die pijn om te gaan. Dus het oog is heel belangrijk voor ons. In sommige gevallen, als ze dus het bovenooglid hoog hebben opgetrokken, dan zie je ook eigenlijk heel veel oogwit. Wat normaal gesproken eigenlijk helemaal niet aan de hand is. De grimas rondom de mond is eigenlijk heel belangrijk. In het Engels heten dit soort pijnschalen ook grimace scales. En wat je dus ziet, een grimas, dat, 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 dat uitzicht bij het paard bijvoorbeeld in hele strakke. Opgetrokken mondhoeken. Dus een paard wat eigenlijk een hele verstrakte blik heeft, waarbij de mondhoeken strak naar achteren zijn en de, onder, de onderlip eigenlijk ook um, niet meer zo lekker rustig uh, ontspannen hangt, maar ook eigenlijk heel erg strak is aangespannen. Daarbij zien we vaak ook dat een paard, ondanks dat we het paard in rust beoordelen, dat hij bijvoorbeeld met open gesperde neus gaat te kijken. En dat past ook eigenlijk bij een paard wat, wat pijn kan hebben. Daarbij moeten we altijd ook weer de context van de patiënt in de gaten houden. Want bijvoorbeeld een paard met chronische of misschien acute luchtwegproblemen. Denk bijvoorbeeld aan een paard met bronchitis of misschien zelfs met dampigheid. Die kan natuurlijk ook in rust met grote neusgaten staan ademen. En dan is dat niet omdat dat paard ergens in het lichaam pijn heeft. He, alhoewel je kan afvragen of, of paarden met dampigheid of die eigenlijk ook pijnklachten hebben. Maar dan is het eigenlijk een. Respiratoire probleem. Dus we moeten altijd ook de context van de patiënt wel meenemen in wat we zien. Maar als we al die elementen samen nemen, dan kunnen, dan, dan kunnen al dit soort indicatoren, en die kunnen soms vrij subtiel zijn, kunnen wel een aanwijzing geven dat er toch iets met dat paard aan de hand is. Thijs, wat je schetst is, is heel interessant. Het gaat inderdaad om de combinatie van dingen. En je had het net al over over foto's en dat een foto niet noodzakelijk meteen een uitslag kan geven of een paard wel of geen pijn heeft. Tegelijkertijd is het wel zo dat het gebruik van foto's heel goed kan zijn in het trainen van hoe kun je nu een paard beter leren lezen, zou ik maar zeggen. Want dat is natuurlijk ook waar wij uiteindelijk naartoe willen. Want Appva is aan de ene kant zou ik maar zeggen, een, een hulpmiddel voor in een acute situatie. als je zelf twijfelt, is er iets aan de hand. Maar tegelijkertijd kan EPWA en het onderzoek wat jij hebt gedaan. en waar wij naartoe willen ook met het trainingsplatform. We willen natuurlijk ook mensen trainen om nog beter naar hun paard te kijken. nog nauwkeuriger te leren kijken. En een gebruik van een foto daar kan ik me voorstellen, kan daar ook heel handig zijn. omdat je ook een beetje de rust hebt om te kijken naar een foto. En als je alle verschillende signalen bij elkaar zet, dat het dan wel uh, soms ook een betere indicatie kan geven waarop je kan voortborduren. Zeg ik dat nu goed of, uh, of hoe zit jij dat? Ja, dat, dat klopt zeker. En wat, uh, wat diverse onderzoeken ook heel duidelijk hebben laten zien, is dat het beoordelen van foto's. Een enorm vertekend beeld kan opleveren. En het doen van uitspraken op basis van foto's die gemaakt zijn van paarden, maakt even niet uit in welke context, dat kan heel gevaarlijk zijn. En dat is ook iets wat je op social media natuurlijk heel duidelijk ziet. Tegelijkertijd is het wel zo dat uh, wij ook hebben gemerkt dat. Hè, dus wij willen heel graag dieren observeren gedurende een bepaalde periode. En dat kunnen best wel korte periodes zijn, korte stukjes. Maar als je dat met enige regelmaat doet, dan krijg je een veel betrouwbaarder beeld. Want je ziet ook hè, hoe dat paard die gezichtsuitdrukkingen bijvoorbeeld verandert uh, gedurende de tijd. En of dat van invloed, hè, of dat beïnvloed wordt door, door externe omstandigheden. Wat we ook hebben gemerkt is dat, dat het nog best wel voor mensen die natuurlijk niet helemaal in dit onderzoek zitten, dat het in eerste instantie best nog wel een beetje moeilijk kan zijn om, om dat ook trouwbaar ook te lezen. Je moet het eigenlijk leren zien in feite. En als je het leert zien dan, en je snapt het, dan, dan is het ook niet zo heel ingewikkeld. Maar om dus mensen te trainen om die signalen ook zo goed mogelijk op te pikken, hebben we inderdaad ook weer samen bedacht van hoe kunnen we dat nou gaan doen. En om mensen te trainen kunnen we wel degelijk heel goed gebruik maken van foto's. Want op foto's kunnen wij we wel heel duidelijk zien van hè, wat is nou eigenlijk uh, een normaal beeld. Voor bijvoorbeeld het bovenooglid. Hè, wat is normaal als we het hebben over het samenknijpen van ogen. En over de mondhoeken die ontspannen hangen. En de onderlip die eigenlijk ontspannen erbij bungelt. Of de neusgaten die mooi gesloten zijn. En door op foto's dus de juiste voorbeelden te geven van wat normaal is en wat eigenlijk afwijkend is en zou kunnen duiden op, op pijn bijvoorbeeld... kunnen we mensen inderdaad heel goed op afstand trainen... zonder dat we daar heel intensief contact over hoeven te hebben... zoals dat bijvoorbeeld met studenten in de onderzoeksperiodes uh, duidelijk gebeurt. En het is een beetje zoals het eigenlijk in de coronatijd nu sowieso gaat... van hoe kan je nou mensen op afstand eigenlijk helpen om te leren observeren. En, en dat is eigenlijk een beetje het idee geweest achter ons trainingsplatform waarbij we met behulp van foto's eigenlijk kunnen laten zien wat normaal is, wat afwijkend is en hoe kan je dat scoren en door heel erg gebruik te maken van feedback op scores van mensen die daar aan meedoen, kan je mensen leren kijken in feite en nou ja dat is denk ik ook een hele nuttige toevoeging aan de app omdat met het trainingsplatform we mensen ook kunnen helpen om betrouwbaar te leren kijken zonder dat we zelf contact hoeven en kunnen hebben, want dat kan niet als we natuurlijk heel veel mensen willen bereiken. Nee, dat klopt. En dat betekent eigenlijk ook dat wij uh, op deze manier jouw boodschappen. Uh, je, begon, je begon zo leuk met het verhaal van uh, dat je eigenlijk altijd gewoon geprikkeld was in de complexiteit aan de ene kant. Maar ook echt in, in helpen paarden beter maken. En op deze manier eigenlijk jouw oorspronkelijke drijfveer. Die kunnen we nu delen. Met eigenlijk iedereen in de wereld. Want ons platform is beschikbaar. Uh, en de app uiteraard, in het Nederlands, maar ook in het Engels. En we hebben nu ook plannen om het ook door te vertalen naar andere, naar andere talen. Zodat dat idee van zelf goed leren kijken naar je paard. op tijd kunnen signaleren van hé, hey, hier is iets aan de hand. betekent eigenlijk dat we met z'n allen op deze manier stapje voor stapje proberen om. Ja, paarden beter te maken, te voorkomen dat het erger wordt en op deze manier nog betere band opbouwen met paarden en natuurlijk ook ezels. Ja, dat klopt inderdaad. En um, daar liggen nog heel veel mogelijkheden die wij, uh, die wij kunnen benutten op deze manier. En juist ook met het idee dat we dus ook hard aan het werk zijn om chronische pijn bijvoorbeeld... en subtielere, laaggradige pijn meetbaar te maken... betekent dat eigenlijk dat de, de mogelijkheden om dus... Nou ja, het welzijn van paarden en ezels wereldwijd te gaan helpen... want het helpen begint eigenlijk bij het objectief meetbaar maken... want van daaruit kan je ook een plan maken om het te verbeteren... en kan je gaan meten of het ook echt beter gaat. Denk ik dat daar nog heel veel mogelijkheden zijn... om daar in de nabije toekomst aan te werken. Ja Thijs, en dat is waar wij voor gaan volop... Ik wil je heel hartelijk bedanken, Thijs, dat je aanwezig was bij onze podcast. Het zal niet de laatste keer zijn, ongetwijfeld niet. Ik vind het super heel interessant. En natuurlijk aan al onze luisteraars. Ja, ik hoop dat jullie het interessant vinden. Maar ga vooral ook kijken in de App Store, in de Google Play Store. Vol onze app, download hem gratis. En kijk vooral ook naar ons trainingsplatform. Blijf op de hoogte. De links vind je op onze sociale kanalen. Dank je wel, Thijs. En. Uh... Tot ja. een volgende keer. Ja, graag gedaan. En uh, we spreken elkaar snel weer. En ik hoop dat veel mensen ook nou ja, hiermee aan de slag kunnen. En dat dat alleen maar uh, meer gaat worden in de, in de toekomst.